heeft de wedstrijd in beweging gebracht. En de eerste paas gaat richting Bergkamp. De spits die eventueel dreigde gepasseerd te worden door trainer Roux. Omdat Lalande het goed deed in de laatste competitiewedstrijd van Auxerre. Maar de productieve Batikle, topscorer in het toernooi om de UEFA Cup met 8 doelpunten achter zijn naam, heeft toch de voorkeur gekregen. Wairua. Met Alphen. En die voorzetten zijn gevaarlijk. Zowel van links van Wairua of van rechts van Kokar. Pettersson in de rug lopen door Prigny, de aanvoerder van Auxerre. Een nogal robuuste, bonkige centrale verdediger. Verlaat en een vrije trap voor Ajax. Zag dat er eens Overmars. De Jong gaat trappen, ook de Boer, de Koek van Koppel is mee voorin. En de bal zit er al in. Dat is razendsnel. 2 minuten gespeeld ongeveer en Ajax neemt de leiding zoals het dat al eerder in het Europa Cup voetbal heeft gedaan. Laten we nog eens kijken hoe dat precies ging. De vrije trap van Jong. Achter Boer staat Vink. En is het dan Pettersson die het laatste zetje geeft? Die is het inderdaad. Wairua. Menzo in 2 bedrijven, blind. Evenzo trouwens. En Batikle. Nieuwe schop. Die keer het fanatisme en een beetje van het zelfvertrouwen terug bij Auxerre. Verlaat. De oud-Ajaxiet produceert de gelijkmaker. Het is al zijn 2e doelpunt in dit UEFA Cup toernooi. Ook tegen Standaard Luik was het succesvol. Maar hier moeilijk zichtbaar voor Menzo. Met al die mensen voor zich. Is het 1-1. Batikle maakt ruimte. Moet het spel maken. Dus Overmars die Gomak kwijt is. Overmars. Jong. Krijgt een vrije trap. Overtreding door Verlaat. Tribune Benzella heeft toch Pim van Dort tot het veld toegelaten.
blessure bij Wim Jonk. Clubarts Bon staat voor de dugout om van afstand de hoogte gehouden te kunnen worden. Tot twee keer toe een aanslag op de rechtervoet van Wim Jonk. Hij staat weer, maar heeft het er niet makkelijk en niet lekker mee. Op Bergkamp is aangespeeld, dat is goed. Davids, Bergkamp, op het niet, tot een schot. Verlaat liet zich niet fokken door Pettersson. En zet de tegenaanval op. Dus Batikle. Kop neergelegd door Blind Jello. Pettersson komt er niet bij. Bergkamp. Vink. Daar is Vink. En daar is 2-2. Geen achterstand bij ons dus. Marciano Vink onderlijnt nog eens dat hij volledig is opgebloeid dit seizoen. En deze met links, het is zijn eerste doelpunt in het UEFA Cup toernooi dit seizoen. Het voorbereidend werk van Bergkamp, die zijn tegenstander voortdurend ontzag inboezemt. En met kracht afgerond door Marciano Vink. Martins aangetikt. Voordeel, Duclair, Batikle, Kokkaar, niet lang gebeurd. Jorma en de Boer bij Kokkaar. Moet naar de buitenkant verdedigen, want terugspelen op de doelman is niet te adviseren, maar dit is ook niet de oplossing. Daar is Batikle met Menzel. Speelt door Duclair. Recht op de doelman af. De kopbal door Batikle, de topscorer. Verdedigd door Siloy.
stopt daar. Pas goed afgesneden door de Boer. Slecht uitgedeeld, Dutueux, Baticle. Het zijn de kansen waarop die spits Noord. En het is de tweede keer dat uitverdediger van de Boer Dutueux in staat stelt om Baticle te lanceren. Hoekschop komt van Vaillerois. Slaat Menzo er zelf in. Troost van de scheidsrechter, maar dat mag niet baten. Een zeer getrukte hoekschop van Pascal Vaillerois. Maar Menzo zal hier de schuld voor op zich nemen. Niet voldoende bij en slaat de bal in eigen doel. Dat is opgejaagd. Over Liedmaar. Pettersson blijft staan. Rozier kan overnemen, kan het nog één keer proberen. Dutueux, Martins, Lalande. En Dutueux, oh nee! 4-2. Daniel Dutueux. Blessuretijd. Dat het stadion, althans de mensen zijn gaan staan, hoef ik u niet meer te vertellen. En nog steeds wordt er daar gespeeld. Achter die pet. Maar de schade voor Ajax is nu aanzienlijk. Want 3-2 was een mogelijk te repareren achterstand. 4-2 wordt heel lastig. Want dan is zelfs een overwinning met 2-0 in Amsterdam voor Ajax niet voldoende, wilde ik zeggen. Maar dat is dan natuurlijk onzin. 2-0 is voldoende. Door de hier gescoorde doelpunten. Petzela heeft er genoeg van.